We houden allemaal van lekkere dingen. En we hebben ook allemaal wel eens gefantaseerd over hoe het zou zijn om met een teletijdmachine terug te gaan in de tijd. Maar ja, die dingen combineren, dat gaat niet. Of toch wel? Onze streek heeft een rijk heden en een rijk verleden. En tussen al die plaatsen, gebouwen, al dat water en het groen, zijn bevlogen mensen bezig die culturele rijkdom te bewaren, te bewaken en op te poetsen. Ontdek de schatten van de streek. Welkom in Museum De Schilpen. Je hebt een hele leuke toko hier, Leonie. Ja, ja, ja. En dan mag ik gastvrouw voor zijn, dan mag ik winkeldame zijn en rondleidster. Je bent hier in Museum De Schilpen in Maasland. En Museum De Schilpen is een hele oude winkel met een woonhuis. In deze winkel kan je heel veel snoepjes kopen. Ik zie het. En, ja. En dat vinden heel veel kinderen vooral, heel leuk. En wat ik wel heel grappig vind, als we aan de kinderen vertellen over de snoepjes, dat ze dan denken dat deze snoepjes ook heel oud zijn. En dan denken ze, ja, kan ik die wel eten? Dan zitten ze in de uiterste verkoopdatum te checken. Juist, die snoepjes zijn nieuw, maar ze zijn gemaakt zoals ze dat vroeger deden. De naam, eigenlijk een echte Westlandse naam. Want het is namelijk eigenlijk de vertaling van schelpen. Maar waarom heet het schelpen? Vanwege het pleintje wat we hiervoor hebben, daar liggen allemaal schelpen op. Aha, dus het heeft niks met snoep te maken? Nee, heeft jammer genoeg niks met snoep te maken. Nou, ik kan me wel herinneren, vroeger kon je van die likschelpjes kopen. Dat was een plastic schelpje en er zat een soort lolly in. Ja, ja, nee, die hebben we wel verkocht, maar die worden niet meer gemaakt. En ik zou ze je graag aan willen bieden, maar we hebben ze niet meer. Waar zitten we nu? We zitten nu in de mooie kamer. De mooie kamer, zeg je. Hadden ze vroeger dan een mooie kamer? Ja, ja. Vroeger hadden ze een goed onderscheid. Je had een kamertje waar je leefde. En je had een mooie kamer waar je eigenlijk alleen maar zonlas in mocht komen. En dat was om die dagen een beetje in het zonnetje te zetten, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja, en eigenlijk een beetje te genieten van hetgeen wat je hebt. Heb jij thuis ook een mooie kamer? Ik heb wel een mooie kamer, maar daar zit ik altijd in. Prachtige schouw met een geheim vakkie. Ja, kijk maar. Hier werden vroeger de sigaren en pijptabak bewaard. Om te zorgen dat het niet te veel uitdroogde, maar ook dat het lekker op temperatuur bleef. Wascana, helemaal mijn merk. Ja, dat zal wel. Huisdieren hadden ze ook. Ja, in dit geval was het dan een rookmelder, hè? Want als op een gegeven moment, als er in de kamer te veel koolmonoxide kwam, dan was Piet die het eerst het vaantje streek. En dan wisten de mensen, oh, nu is het gevaarlijk, die moet ik weg. Mooie taak voor Piet. Ja, dat is zeker. Maar hij wist het later niet meer. Nou, vroeger sliepen de mensen zowat zittend, omdat ze bang waren dat het eten zou terugstromen en dat ze zouden stikken. Daarnaast zie je daar een baby in die bak. En die baby, die werd, als die geboren werd, ging die in die bak. Als die baby dan weer groot was, dan kwam er weer een nieuwe. En dan ging deze hier onderin. En dat was dan het ondergeschoven kindje. Gingen ze hier in? Ja, daaronder werden ze geschoven. Als ondergeschoven kindje ben je ook wel een beetje een ondergeschoven kindje dan, hè? Ja, ja, dat is ook letterlijk en figuurlijk. Het is ook een winkel al met een inrichting van 1900 en daar is niets aan veranderd. We zijn hier in een grutter, toch? We zijn hier in een grutter, klopt. Ja, en het woord grutter hoor je nog steeds in Albert Heijn, die een groot grutter is. Dus Albert Heijn heeft hier het kunstje van afgekeken, nou, eigenlijk. Nou, je zou het haast denken. Daar kon je alles kopen, van snoep tot klompen, petrolie, slaolie, alles. Zelfs bij de laatste, bij Johan van den Berg, kon je zelfs nog zwanen kopen en dergelijke. Want die ving die dan in het wild en die verkocht hij. Hier hebben we allemaal voorraadblikken staan. En op die voorraadblikken staan nummers. En dan wist degene die hier was wat erin zat. Welk blik was het nou?
ik denk dat deze is. Nou, zal ik hem open doen? Dan mag jij ruiken. Het is een beetje een soort mottenballenachtige geur. Juist, dat is het. Je zou denken, dit zijn lekkere snoepjes. Ja. Maar, Je ruikt vergif. Je ruikt het gelijk. Maar hier werd de bonen ingedaan. En dan kon je het dus voor je laten vriezen. Om de koffie toch alvast te laten malen. Dat heb je thuis niet te doen. We zijn nu in de werkkamer. Hier leefde het gezin. We hebben hier een prachtig mooie harmonium nog staan. Het werk werd gedaan, want de naaimachine stond op tafel. En daarnaast zie je een kachel met een rekje met de wasgoed eromheen. En moeders zit bij de kleine, bij de wieg. Als jij nou 's avonds thuis zit voor de televisie, heb je dan een zak snoep naast je? Nee. Nee. Hoewel ik ze heel erg lekker vind, hoor. En dat ik hier ben en we hebben een rondleiding gehad, pak ik echt wel eens een snoepje. Ik snoep heel weinig. En als ik wat snoep, dan is het nou hier in de winkel. Maar dan zeg ik, dat is mijn salaris. Je ziet hier de perendrups. En de perendrups, dat was dit eenvoudig apparaatje voor. Vanaf deze kant ging dan een strookje leiging daar doorheen. Je ziet hier de vorm van de perendrups. Nou, die vielen hier eruit en dan werden ze hier vielen zo die perendrupjes? Ja, in een bak. Deze zijn een beetje groter, geloof ik, hè? Ja, het formaat is groter geworden. De kinderen vonden ze schijnbaar te klein. Het mooie van deze winkel is dat het voor kinderen informatie geeft hoe het vroeger was. Hoe lang geleden, zeggen we dan. En voor oudere mensen is het een herkenning. Die zeggen tegen elkaar, oh ja, dat was zo. Ik begrijp dat jullie ook groepen demente bejaarden ontvangen. Ja, doen we zeker. Kan je mij even een groep demente bejaarden laten zijn? Ik weet niet of je zover bent. Nou, ik vergeet regelmatig dingen. Ja, dus. Oké. Komt er goed uit, ja. Dus ik stap de bus uit, ik kom hier binnen. Ja. Laat het maar zien. Nou, oké. Nou, in de keuken dan krijgen ze koffie met wat erbij. En dan gaan we rond met wat attributen die hier staan. En dan krijg je het feest van de herkenning. Want dan vinden de mensen prachtig mooi. Want die zien dan ineens dingen wat ze eigenlijk jarenlang niet gezien hebben. En dan komen er hele verhalen los. Zelfs ze gaan zitten zingen. En wat gaan ze dan zitten zingen? Oude liedjes van een karretje wat op de zandweg reed. Is het niet zo dat als ze al dat lekkere snoep zien van vroeger, dat ze Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht te doen? Nee, dat doen ze net niet. Want ze komen niet via die deur naar binnen, maar ze komen via een andere deur binnen. Dus ze weten nog niet eens dat het er was. Oh ja, anders had ik wel even willen strooien eigenlijk. Ja, nou ja, dat kan je wel doen, maar die mensen kunnen ze moeilijk bukken. Oh ja, dat is ook weer zo. Als ze na een uur of twee weg moeten, dan zijn erbij. Die vinden het heel erg jammer en die willen gewoon blijven. En wat voor gevoel heb jij dan? Nou, een heel tevreden gevoel, want daar doe je het voor. Mooi werk, hè? Ja, heel fijn werk en ik ben er heel blij mee. Leonie, ja? Volgens mijn tandarts ben ik een snoeper. Zo. Wat raad je mij aan? Nou, de keuze is ruim. Uit glazen potten, daar zou ik wat uit kiezen. Dan zou ik iets nemen van Drop. Ik zou ook iets nemen van die buttercream. En ik zou een boterruitje nemen. Waarom een boterruitje? Ja, dat vind ik wel een lekker zuigsnoepje. En wat van gemengd fruit. Dat klinkt nog gezond. En wat voor motto, wat voor kort motto kunnen we dan geven voor deze aflevering en dit museum? Ik denk dat we als kort motto af kunnen geven, terug in de tijd met een verhaal. Vind ik wel eigenlijk erg mooi. En wat vind jij van het motto Museum de Schilpen, snoepen van het verleden? Dat zou ook best kunnen, maar het is natuurlijk wel zo dat het snoepen is niet de hoofdzaak. Het is voor ons een bijzaak, maar aan de andere kant een hoofdzaak, want we krijgen er wel geld door binnen. Ja, wat doen we nou? Wat voor motto gaan we kiezen? Jij mag het zeggen. Het motto van Museum de Schilpen wordt... Het motto terug in de tijd met een glimlach.